naar de Grote Markt en start door Stuyden, de perentram. Hé Jan, doe bist de koetsier. Doe maar die nijstongens eens toe. Dat was een meneer ambtenaar die zegt, u staat een koets op papier. Nou, als ik naar mijn vergunning loop. Ik loop even achter die aan, door de vergunning. Daar staat, voor ontheffing geldt voor alleen rijden, stilstaan, parkeren in het kader van plezierritten. Hij heeft een ontheffing voor een koets. Hij reed ook altijd met een koets. Dat is nu veranderd in een padentram. Ja, je kunt zeggen van een padentram is ook wat warmer met de koude winterdagen misschien. Maar goed, de vraag is wel eventjes van ja, mag hij zomaar met een padentram rijden? En dat zijn we ook nog even aan het uitzoeken of dat kan. Wat er niks anders van. Ze hebben namelijk zelf een fout gemaakt. Ze hebben toegegeven, ik mag namelijk voor Vennekeert wel staan. Maar de bereden politie zegt, als je dat doet, dan gaat die paard dood. Van die staat iedere 5 minuten. Dus gaan al die gasten van die bus te laten. Terwijl de hele grote markt vrij is. Maar stel dat er iets gebeurt, het paard schrikt, wil weg. Ja, dan is toch de bedoeling dat dat ook veilig gebeurt. En dat, nou ja, goed. Dan is de plek net aan de andere kant van de straat. Bij Vinnikat op de stoep is toch misschien een iets geschiktere plek. Doe eens de arme mishandeld. Ik snap niet hoe ze dat kunnen bedenken. Ik loop naar het paard toe. Daar zijn wat harde woorden gevallen en zelfs een klappen gevallen. Daar hebben we ook aangifte van gedaan als gemeente. Want ja, je moet wel van onze mensen afblijven. We moeten wel met elkaar in gesprek blijven. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, daar was er emotioneel van. Ja. Dan komt de stad, 6 stadswagens, 2 uur op je te wachten. Dit is ik moe ben.